Hallo allemaal, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. In de video van vandaag ga ik lifehacks uittesten. Dus als je wilt weten wat voor lifehacks ik ga uittesten, blijf dan snel verder kijken na de intro. Horen jullie dat? Dat is de wind. De eerste lifehack komt heel goed van pas, omdat we nu ook het coronavirus hebben. Dus jullie hebben net de lifehack gezien. Dus wat je ervoor nodig hebt is gewoon een wc, keukenrol, nietmachine en 2 elastiekjes. Dus wat je doet, je pakt de keukenrol, doe je het zo, wel recht. Doe je het zo. En dan ga je hem omdraaien en doe je het naar de andere kant. Weet je hoe je... Gewoon een beetje hoe je een waaier maakt. In de zomer. En vooral omdat je nergens meer die dingen kan krijgen. Het is overal uitverkocht. Oké, dan moet je nu dit hebben. Pak je elastiek. Dan doe je hem zo. Vouw je hem zo. Pak je je nietmachine. Die vast. En dan doe je hetzelfde hier. Zo. Trekt wel een beetje je oren. Wacht, ik ga even mijn bril afdoen. Tada! Kom niet doorheen, je krijgt niet van andere mensen. Het is misschien niet echt goed om, er zit nog iets gaatjes in en zo, maar is beter dan niks. Dus ja, dit is een tip om je eigen mondkapje, een lifehack om je eigen mondkapje te maken. Allemaal wel gehad, als meisje zijn jong kan ook, dat doen ze tegenwoordig ook, hun nagels lakken en duurt het lang om te laten drogen. Nou, met deze hack die we net hebben gezien, moet het dus in ijskoud water, het is koud water, niet ijskoud, ik weet niet of dat erg is. Maar in ieder geval koud water doen, dan moet het gedroogd zijn. Dat lijkt me sterk, dus daarom ga ik het voor jullie testen. Je kan echt geen nagels lakken. Het gaat alle kanten op. Alle kanten glimmen. Ik kan echt geen nagels lakken, mensen. Dit ziet er toch echt niet uit. Doe even nog een laagje. Oké, we gaan het gewoon in het water doen. Kijken of het werkt. Voor hoe lang moet je het eigenlijk erin houden? Ik heb geen idee. Ik doe het gewoon erin. Terwijl ik kijk hoe lang. Ik heb niet echt het gevoel dat het heeft gewerkt. Ik wist het. Ja, ik heb tafel nat gemaakt. Nou. Ik ga even over alle nagels met mijn vinger. Zo tippen zo. Dan kunnen jullie niet zien wat er vanaf is gekomen. Nou, het heeft wel echt een beetje geholpen. Het ziet er echt niet uit. Maar misschien komt het gewoon omdat ik het ben. Maar als je gaat wrijven. Het kan ook aan je nagel liggen, maar het lijkt me sterk. Als je zo doet, dan gaat het wel eraf. Ik weet echt niet wat ik van deze hack moet vinden. Het heeft gewerkt, soort van. Maar... Dan worden je handen helemaal nat en droog niet helemaal op. Dus dan moet je je handen droog maken en dan gaat je nagel ook toch weer verpest worden. Dit zijn mijn nagels. Het ziet er niet uit. Kan aan mij liggen, kan aan deze hek liggen. Fles
mes nodig en dan moet je hem zo gaan snijden zo. Ik heb geen scherpe dingen, hoe noem je dat, mes, dus ik doe het gewoon met de schaar. Werkt ook prima. Nog wel een beetje cola in. Hoop ik dat het goed maakt. Oké, dan doe ik de kraan aan. Oh, wacht. Ik ga even deze matje weghalen, want dadelijk wordt het helemaal niet. Oké, mensen. Moment van de waarheid. Het werkt gewoon. Oké, deze is geslaagd. Nu naar de volgende laatste lijn. Zoals je zag bij die lifehack, kan je chips maken in een magnetron. Bijvoorbeeld als je echt heel erg zin hebt in chips en je hebt geen chips thuis. Ik betwijfel dat, dus daarom ga ik het testen. Ik ga gewoon dit stuk weg. En ik heb de aardappel gewassen, mensen. No worries. Dan gaan we nu plakjes snijden. Kleine. Dunne. Een soort van chipjes gewoon, ja. Dat. Als dit werkt, ga ik er misschien wel meer snijden, maar ik vind het voor nu, vind ik het wel prima. Ik ga het even in de magnetron doen. En dan gaan we kijken of het heeft gelukt. Er staat niet op die video voor hoe lang of wat voor hoeveel wat. Pardon. Oké, de aardappelen zitten nu in de magnetron. Ik weet niet of je het kan horen, maar ik denk dus echt niet dat het gaat werken, want als je gewoon aardappelen opwarmt en zo, dan wordt het ook niet op je chips. Maar we gaan het zien. Oké, nou mensen, geloof het of niet, ze heeft echt een beetje, het heeft gewerkt. Ik heb het iets te lang erin gelaten, ze zijn verbrand. Maar hoor. Maar het is echt chips. Oké, dus ik ga gewoon die niet verbranden eten. Het is wel aan die bak, aan dit bakje vastgeplakt. Paprika poeder. Beetje zout. Ga proeven. Ik denk dat je ze nog moest wassen wanneer ze zijn gesneden. Want het heeft een smaakje. Het kan misschien van dit bakje, deze bakje zijn ofzo, maar... Ja, het is zo'n nasmaak. Ja, lekker. Maar het heeft gewerkt. Het is een soort van chips geworden. Of zoiets. Kijk. Chippy. Dan was dit de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. Hier beneden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dag!